Let's do it. Hagenaarpiet is de oudste poegrijder van Den Haag. Waarschijnlijk zelfs van heel Nederland. In 1958 kocht ik mijn eerste poegie. Dat was schitterend. En je kon de meisjes mee versieren. Oh ja, hoe ging dat? Ja, dat ging nogal makkelijk hoor. Want ja, die wouden graag achter op een bommetje zitten. Ansje Borgo en Beppi Rottier, Rietje, Ellie, noem maar op. Die zaten allemaal achterop. Ja, ik probeerde alles uit. Piet! Poegvriend Hans komt gezellig bij Piet om een ritje te maken. Maar eerst nog even wat prachtige herinneringen. Oh ja, ik heb wel een koud lauw. Ja, ja, van vroeger, ja. Nou, het is wel zo. Het is in Den Haag is het een hype geworden, die poeg. Het eerste wat we deden, dat was een stuurtje eraf slopen. Juist, een hoog stuur erop. Een hoog stuur erop. Hoog stuur. Je voelt je eigen weer 18. Met Hans heb ik al zoveel ritjes gehad en met Benny. Naar Parijs, ja, dat was schitterend. We zijn een week weg geweest, we hebben er 3 dagen over gedaan. We hebben de Eiffeltoren gezien, we hebben alles gezien. Nou, en na Parijs het jaar erop de rit naar Londen. Hè? Londen, Parijs, alle herinneringen komen weer boven. God, ja, dat is zo. Ik wou dat ik weer 18 was. Dat zeg ik elke keer. Elke keer als we weer een ritje hebben en als je dan weer leuke meisjes ziet hier. Ja. God, ik zou willen dat ik 18 was. Ja. Dan zeg ik, Piet, jij hebt het gehad. Ja, dat is zo, Hans. Als je 75 bent geworden, dan rij je normaliter met een rollator op een karretje. Ja. Piet niet. Piet niet. Piet rijdt op de poeg. Piet rijdt op de poeg. Zolang ik me goed voel, blijf ik poegrijden. Je moet helemaal niet raar opkijken als ik 80 ben, toch nog met jullie meerijd. Maar ze zei al, dan kijken we hoe het gaat met je. En anders krijg je zijwieltjes aan je poeg. Ja, gaat dat niet meer? Dan maken we een rollator voor je met een poegmotortje. Wel. Piet, dat was weer leuk, hè? Het was heel leuk. Het was heel leuk. En hoe oud ben je nou? Ja, jammer genoeg 75. Maar je was er 18? Oh ja, 18 jaar.